Deze week in Limbourgeois. Twee design-tentoonstellingen in Roermond en het bedrijfsleven op de sociale tour in Maastricht. In het Kuipershuis hier in Roermond wordt gestreden voor de Limburg Design Award. En we kunnen alvast kijken welke inzendingen zijn geworden tot genomineerden, want daar gaat het dan om. Ja, u weet er alles van hier en ik heb begrepen, dit zijn de drie genomineerden voor die prijs. Maar daarachter heb je ook nog drie genomineerden, maar dat is weer een andere prijs. Dat is weer een andere prijs, ja. Aha, wat is het verschil? Precies. Nou, de gemeente reikte tot dit jaar één kunstprijs uit voor interieurontwerp, maar dat had eigenlijk twee doelen. Het was de profilering van het museum en de stimulering van jong talent. Maar dat was een beetje moeilijk om dat in zo'n prijs te proppen. Dus vanaf dit jaar zijn er twee prijzen. De Limburg Design Award voor de gearriveerde ontwerpers. En de Harry Tilly prijs voor de talentvolle jonge ontwerpers. En dat komt ook overeen met het streven van Harry Tilly, de oude conservator. Hij wilde juist dat jonge talent stimuleren. Dus het is helemaal goed gekomen nou. Ja, en de ene prijs is wel wat, ik zal maar zeggen, wat hoger dan de andere. De ene is wat meer. Dat is €7.000, de Limburg Design Award. En die, die gaan we besteden aan de winnaar, een van deze drie winnaars. Ja. Een van deze drie genomineerden is de winnaar. En we gaan dan met die winnaar aan de slag om iets te kopen of een opdracht te geven. Dus het blijft wel een beetje ook weer hier. Ja, ja. Dus we hebben ze blijven in de aandacht staan hier. We zien dan hier die drie inzendingen, dus bijvoorbeeld deze. Moet ik dan van daaruit hier naartoe kijken? Of hoe? Ja, of ik moet niks? Kijk. Als je dit wil zien, dan moet je dat van voren een beetje bekijken. Hè, om die sequentie van die, van die buizen, vogels of zeg maar wat het is, om dat goed te kunnen zien. Maar dat filmpje van Studio Drift, ja, daarin zijn meer projecten van hen te zien. Dan moet je een beetje dichter naar die kant gaan. Dan kun je dat weer beter zien. En op dat podium zijn de onderdelen van al die werken één voor één gepresenteerd. Dus daar is het uit opgebouwd. En dat bijvoorbeeld daar lijkt een beetje, ik wil niet zeggen dakpannen, maar zo van die leisteen wat ze tegen huizen zetten. Of tegenwoordig niet meer zoveel gebruikt, geloof ik. Hè? Ja, in België. Dat is van die leien. Matrasachtig noemde ik dat vroeger altijd. Ja, van die leitjes. Dat is van Overtreders W, dat is een paviljoentje. En in het paviljoentje zijn nog films te zien van hun projecten. Maar dit paviljoen is eigenlijk een kleine weergave van hun paviljoen op de Dutch Design Week. Okay. En om dat paviljoen te maken, dat was veel groter dan dit, hebben ze kunststof ingezameld in Eindhoven. Vanaf de zomer konden inwoners allemaal kunststof in een container gooien. En dat kunststof hebben ze gebruikt om die leien te maken. Dus dat is allemaal gerecycled materiaal. Ja. Is dus niks nieuws. Het is allemaal bestaand materiaal. Geleend materiaal, gerecycled materiaal. Ja. En daar maken ze hun ontwerpen van. En dan hebben we deze nog, hè? Dat is wat strakker, zou ik maar zeggen. Dat is wat strakker, ja. Dat is wat strakker. Komt ook mooi uit op het vliegend tapijt van Maurice Mentjes. Hè? Die heeft het ontwerp voor de tentoonstelling gemaakt. Ja. Dit is Forma Fantasma. Het zijn twee Italianen. Ja, die hebben in de studio nog meer mensen om zich heen. Mm. Twee Italianen en die zijn vooral gefascineerd door materialen. Wat voor geschiedenis heeft zo'n materiaal? Wat voor vorm heeft dat materiaal? Wat kun je daar nog meer mee doen? En dit zijn eigenlijk, behalve die ene met die krul, met die lus in het midden, dat is wel al een bestaand object. En die andere drie zijn eigenlijk gewoon een beetje een experiment van hoe moet het nou uiteindelijk worden. Ze zijn een beetje aan het zoeken of dit het zo voldoet aan dat wat ze willen laten zien of dat het nog een beetje bijgesteld moet worden. Thank you.
Ja, en dan is er in Roermond nog een expositie over design en wel in de ECI Cultuurfabriek. En die heet Design is my religion, is my design. Dus even kijken waar dat dan over gaat. Ja, over religie en design. Dat kun je zo zeggen. Ik zie hier alvast kerkstoeltjes, hoewel ook een soort islamitisch gebedstapijtje, zou je kunnen zeggen. En dat is dan het altaar? Of hoe moet dit is dan zien? Eigenlijk het altaar. Ja, we staan hier op de begane grond van de tentoonstelling. En dit is eigenlijk de kerk, zullen we maar noemen, als gebouw. Dus dat is, komt terug in een referentie van een kapelletje. Waarin een altaar staat. Een altaar niet alleen maar voor de katholieke kerk of de katholieke geloof, maar eigenlijk voor alle geloven. Dus daar staan menora's, daar staan stukken uit het Kuipershuis, uit de katholieke kerk. Maar ook gewoon hele simpele zelfgemaakte kandelaars, kaarsjes. En hetzelfde gelijk voor de stoelen die hier omheen staan. Je zei al, de bidstoel die hier staat, maar er staan ook gebedskleden. Zowel eentje voor kinderen als voor volwassenen. Maar eigenlijk de stukken meubels die gebruikt worden in een kerk of in een religieuze setting. En dan van alle geloven door elkaar heen. En in religies kom je vaak kunst tegen en ook design. Dat is eigenlijk nog wel een verschil. Hè? En de architectuur niet te vergeten, maar dan heb je het meer over de gebouwen aan zich. Wat is nu specifiek hier dan het design? Dat zijn meer de gebruiksvoorwerpen, zoals die bidstoeltjes, et cetera. Ja, nee, deze tentoonstelling gaat eigenlijk echt over de toegepaste kunst. Dus nou, in kerk denk je vaak aan de schilderijen of aan iconen. Ja. Maar dit gaat eigenlijk over de stukken die gebruikt worden in een religieuze context. Dus dat zijn bijvoorbeeld zoals een gebidstoel of een bidstoel die gemaakt is door een ontwerper. Dus bedacht is met een bepaalde filosofie, met een bepaalde stijl. En die worden gebruikt in een religieuze context. Dus je zit als gelovige op een ontworpen stoel of je gebruikt een ontworpen kopje. Maar het is wel meer dan alleen maar het object. In de handen van de gelovige is zo'n object meer dan alleen maar het functionele, wat een designstuk normaal gesproken is. Ja. En deze tentoonstelling laat die link eigenlijk zien. Of probeert in ieder geval die link te leggen tussen gebruiksobject en juist het immateriële, het geloof en het hele persoonlijke daarbij. In het Eiffelgebouw aan de Bosstraat in Maastricht was er een evenement rond de top 25 bedrijven van de stad. Die werden uitgedaagd om een zogeheten match te maken met de sociale instellingen in de stad, die zich onder meer bezighouden met mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Het gaat nu niet zozeer om de economische prestatie, maar om het sociale gebaar, toch? Ja, absoluut. Het is om matchen te maken met sociale instellingen. Maar ik wil er wel bij zeggen, voor mij is ieder bedrijf een sociale instelling. Die zorgen dat we onze producten kunnen hebben, dat we krijgen wat we nodig hebben, dat werkgelegenheid er is en dat sociale lasten worden afgedragen. Ze zorgen voor duurzaamheid. Dus bedrijven zijn op zich al zeer sociaal, maar ze gaan nog een stap verder, treden nog buiten de poort en gaan er ook nog eens matchen aan met sociale instellingen. Ja, fantastisch, dat kan niet. Was het nog moeilijk om een boel bedrijven bij elkaar te krijgen om hier aan deel te nemen? Want ze kunnen er niet echt geld mee verdienen, zou ik maar zeggen. Nou, we hebben het deze keer eigenlijk heel makkelijk gehad. Omdat we vorig jaar met de wethouder, met wethouder Gerards, een match hebben gemaakt. Om één van de twee bijeenkomsten van de top 25. Het college van BMW ontmoet tweejaarlijks de top 25 bedrijven van de stad. En wij hadden de match gemaakt dat we één van die twee ontmoetingen zouden invullen met ons format. Dus we kregen die 25 grote bedrijven op een presenteerblaadje aangeboden. Dus dat was voor ons eigenlijk een hele makkelijke deze keer. Nu zie je in dit mooie matchboek wat we ieder jaar maken, dat bijna alle bedrijven schrijven, het zit in ons DNA. Het is een strategische doelstelling. We erkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus bijna alle grote bedrijven die hier zijn, maken dit als onderdeel van een core business. Dus we zitten eigenlijk in een hele goede tijd nu. Daar waar we 5 jaar geleden echt nog moesten sleuren en trekken, een beetje missiewerk hebben verricht, is het nu zo dat bedrijven zich bij ons aanmelden van mogen we alsjeblieft meedoen. Wat rolt er nu daadwerkelijk uit? Wat ziet u voor uw ogen gebeuren? Want ja, daar hebben we ook wat aan.
Ja, wat er uitrolt is een verbinding tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar dan op een manier waarin geen geld over tafel gaat, maar waarin men elkaar ondersteunt met expertise, met kennisuitwisseling. Zodanig dat het bedrijfsleven daar een voordeel van heeft, maar ook de maatschappelijke organisaties daar hun voordeel mee doen. En als je nou zoiets niet zou organiseren, zou dat dan betekenen dat die twee segmenten elkaar veel moeilijker zouden vinden? Het normale bedrijfsleven en dan ja, meer de sociale kant? Nou, die organisaties zouden elkaar best wel vinden. Maar ik denk niet met de insteek zoals wij die hier neerleggen, namelijk met gesloten beurzen. Echt kijken wat je inhoudelijk aan elkaar kunt toevoegen. Veelal in het maatschappelijk verkeer, normale maatschappelijk verkeer, gaat het om het verlenen van diensten tegen een afgesproken prijs. En hier gaat het heel nadrukkelijk om elkaar ja, te inspireren en iets aan elkaar toe te voegen op inhoud, zonder dat je daarbij de beurs trekt. En ik denk dat zonder het stimuleren van zo'n initiatief op deze manier niet van de grond zou komen.